We hebben een winterse week gehad met 's nachts temperaturen onder 0 graden. Overdag net iets daarboven en op sommige plekken lukte zelfs dat niet. En we hadden ook met winterse buien te maken, sneeuwbuien, hagel, ook af en toe natte sneeuw. En op deze weerfoto zien we de restanten van zo'n winterse bui, een dun laagje sneeuw hier nog op het strand op het Texel. En daarboven zien we nog een blauwe lucht, een droge maar wel koude winterdag. En die kou zien we ook terug aan de minimumtemperaturen, de nacht van donderdag op vrijdag, 1 december, het begin van de meteorologische winter. En het vroor in het hele land, maar de temperatuur die het meeste ertussen uitspringt, werd gemeten op het weerstation van Leeuwarden, want daar werd zelfs de min 10 graden aangetikt. En dan is de vraag natuurlijk, houden we dat winterse weer tijdens het weekend? En op vrijdagavond maakt vooral de noordelijke helft van het land nog kans op een paar van die winterse buien. In het binnenland blijft het dan wat vaker droog. Zaterdag overdag kan er ook in de westelijke helft van het land zo'n natte sneeuw- of hagelbui vallen. En het meest interessante weer staat ons op zondag te wachten. Want een lage drukgebied komt steeds dichter bij ons land in de buurt. Op maandagochtend zien we hem hier al liggen boven het zuiden van Engeland en het westen van Frankrijk. En door sommige weermodellen wordt aan de voorzijde van dat lage drukgebied, waar die botsing met die koude lucht plaatsvindt, wordt er enige tijd sneeuwval berekend. We zien het hier ook terug aan de paarse kleuren op maandagochtend. Maar ook in de loop van zondag kan het al een tijd gaan sneeuwen. En dus ook nog in de nacht naar maandag en maandagochtend. Dus misschien worden we dan wel wakker in een wit landschap. Maar wel nog een slag om de arm. Het is natuurlijk nog een tijdje vooruit. Dus het is even de vraag hoe dit lage drukgebied zich verder gaat ontwikkelen. Dus we gaan eerst maar eens even naar de zaterdag kijken, want daar valt met iets meer zekerheid wat over te zeggen. Zaterdag hebben vooral de kustgebieden nog met winterse buien te maken. Temperaturen daar enkele graden boven het vriespunt. In het binnenland overwegend droog met daar zo'n 0 tot 2 graden. Er staat ook weinig wind, dus ik denk dat veel mensen dat wel als een mooie winterdag zouden ervaren. Zondag gaat de wind al wat meer in kracht toenemen. Krijgen we vanuit het zuidwesten met meer bewolking te maken. En later volgt dan ook die neerslag. En het is nog even de vraag in welke vorm die neerslag gaat vallen. Gaat het een tijd regenen? Gaat het over naar sneeuw? Is het alleen natte sneeuw? Maar neem niet weg dat het in de loop van zondag vanuit het zuidwesten dus enige tijd tot neerslag gaat komen. En dan nog even korte periode na het weekend. We zien dat licht winterse weer ook mooi terugkomen in de pluim. 'S nachts iets onder het vriespunt, overdag net wat daarboven. Maar als we naar de dagen na het weekend gaan kijken, zien we dat die temperatuur stapsgewijs wat verder omhoog gaat. Dus het lijkt er sterk op dat we na het weekend dat winterse weer voorzichtig gaan kwijtraken.